Goed, welkom bij deze sessie. Ik ben Peter Paul Koch, ik ben een webontwikkelaar. Ik test browsers zodat jullie dat niet hoeven te doen. Ik weet vrijwel niets van Drupal, dus stel me alsjeblieft geen Drupal vragen. Ik weet dat het een systeem is en daar houdt het zo'n beetje mee op. Vandaag ga ik praten over specifieke webdevelopment dingen. Maar voordat ik begin wil ik heel even weten wie hier in de zaal ziet zich in eerste instantie als een webontwikkelaar. Frontend. Oké. Backend, primair. Oké. De backenders moeten geduld hebben tot deel 4 van deze presentatie. Dan ga ik wat over het backend zeggen. Maar waar ik het vandaag voornamelijk over wil hebben, is het feit dat ik denk dat frontend ontwikkeling specifiek zich op dit moment op een kruispunt bevindt en dat we een beslissing moeten nemen over de toekomst daarvan. En ik heb in het afgelopen anderhalf jaar behoorlijk nagedacht over waar we nou eigenlijk staan met frontend. En ik heb 4 mogelijke problemen geïdentificeerd vorig jaar. En daar wil ik het vandaag over gaan hebben. Een waarschuwing vooraf. Oh ja, en de slides zijn in het buitenlands. Dus ik hoop dat jullie dat kunnen lezen. Dit is mijn opinie. Er zijn nogal wat mensen die het met me oneens zijn, maar ik sta hier nu eenmaal op het podium, dus ik ga jullie zeggen wat ik vind. Haha. Bovendien, ik ben hier nog mee bezig. Ik heb 2 weken geleden een nieuw ideetje gekregen wat hier eventueel op van toepassing zou kunnen zijn, maar dat heb ik nog niet in de presentatie verwerkt. Stel dat jij me straks iets vraagt hierover, geef ik je een antwoord. Als je me over een week zou vragen, zou ik je waarschijnlijk een ander antwoord geven, want ik weet het zelf ook niet precies. Maar er zijn dingen mis met webdevelopment en daar wil ik het over gaan hebben. Wat is er dan precies mis? Ik zie op dit moment 4 problemen die allemaal met elkaar samenhangen. Het eerste probleem is dat webdevelopment zich in de afgelopen 5 jaar veel te veel heeft gefocust op het nadoen van native apps. En ik vind dat een ongezonde ontwikkeling, om redenen die ik later ga uitleggen. Bovendien denk ik dat het nooit zal lukken en dat het volkomen verspilde moeite is. Gedeeltelijk in reactie hierop vind ik dat de browsermakers op dit moment veel te veel nieuwe features in hun browser stoppen. En het gaat mij niet zozeer om de individuele features als wel puur om de hoeveelheid. Daar heb ik een ernstig probleem mee. Ten derde, tools. We gebruiken als webdevelopers op dit moment veel en veel te veel tools. Het wordt echt hysterisch op dit moment en alles hangt met elkaar samen. Je hebt dependencies en je moet 24 verschillende libraries inladen. En het is gewoon belachelijk aan het worden. Het vierde en laatste probleem is, omdat het web erg populair is geworden in de laatste 5 jaar en er steeds meer mensen nodig zijn, komen er vrij veel nieuwe mensen webdevelopment binnen. En vooral diegenen die uit zeg maar, het harde programmeren komen, Java, Ruby, Python, begrijpen soms niet wat het web eigenlijk inhoudt. En ik zie daar een probleem dat de andere problemen hier versterkt. En bovendien, die mensen zullen nooit echt goede websites maken, omdat ze 1 cruciaal aspect van het web niet begrijpen. Ik kom hier natuurlijk allemaal uitgebreid op terug in mijn presentatie. Laten we met de native apps beginnen. Maar voordat we naar de native apps gaan, wil ik heel even naar iets voor het uitkomen van de iPhone springen, zeg 2006... Toen begon men zich ineens te beseffen dat wat native applications op Windows en Mac doen, dat een deel daarvan ook door het web gedaan zou kunnen worden. Met JavaScript in de browser. Het beroemdste voorbeeld daarvan is natuurlijk Google Docs. Google Docs wordt geacht Microsoft Office te vervangen. En dat lukte tot op een behoorlijk grote hoogte. Want toen wij in 2005, 2006, 2007 serieus begonnen met dit soort webapplicaties te maken, toen merkten we al snel dat ze goed genoeg waren. Ze waren niet net zo goed als Microsoft Office en de andere producten die ze gingen vervangen. Maar als je je disruption theory herinnert, dan weet je dat een nieuwkomer in de markt niet net zo goed hoeft te zijn als degene die de markt beheerst, maar alleen maar goed genoeg. En dat was op dat moment definitief het geval. En wij webontwikkelaars werden er natuurlijk heel erg blij van. Wij dachten, wij kunnen nu laten zien dat het web even goed is als native applications, wat in die tijd betekende desktop applicaties. Dat was de mindset waarmee we mobiel binnengingen.
Toen het eenmaal duidelijk werd dat de iPhone en Android blijvertjes waren, dat het een revolutie zou betekenen in hoe computers eigenlijk gebruikt gingen worden, toen we merkten dat zij ook native apps wilden gebruiken, toen dachten wij automatisch, wegens onze ervaringen voorheen, oh, dat kunnen wij ook. We gaan lekker in de browser met wat JavaScript, we gaan lekker wat zitten rommelen. En binnen de kortste keren hebben we iets gemaakt wat net zo goed is als een native app. Blijkt niet waar te zijn. Sterker nog, ik ben mijn geloof hierin compleet verloren. Ik denk dat het nooit waar zal kunnen zijn. Niettemin hebben we die mindset nog niet opgegeven. We denken nog steeds, oh, nou, de browser kan dit en dat nog niet, maar over een paar jaar kan hij dat wel en dan kunnen we net zo goed zijn als native apps. En die mindset zorgt ervoor dat wij webontwikkeling veel en veel te ingewikkeld maken op dit moment. En daar kom ik nog zeer uitgebreid op terug. Eerst even een kort technisch uitstapje. Waarom kan een webapp nooit even goed zijn als een native app? Het is extreem simpel. Als jij een native app maakt, iPhone, Android, whatever, dan roep jij bepaalde API's aan die Apple of Google beschikbaar hebben gesteld. Die praten direct met het operating system en doen daar wat jij wilt. Als je een webapp maakt, zit er nog een laag tussen, namelijk de browser. Je webapp praat met de browser praat met het operating systeem. Niet alleen kunnen daar kleine dingetjes misgaan in de vertaling van jouw JavaScript-code naar de native API-calls die het operating systeem begrijpt. Het betekent ook dat een webapp per definitie altijd een klein beetje trager en een klein beetje grover zal zijn dan een native app, omdat het gewoon allemaal één stapje extra kost. En het is niet veel, maar het is wel wat. En dit gaat niet weg. Dit zal altijd en eeuwig blijven bestaan, want een webapp heeft per definitie een browser nodig. En die browser is degene die met het operating systeem praat. En natuurlijk zijn de browsermakers op dit moment bezig om native features te kopiëren naar de browser. En om te zorgen dat de performance van browsers beter wordt. En hierin wordt gigantisch veel succes geboekt. Het werkt. Het werkt in zoverre dat ik schat dat de browser even goed zal zijn als native over 2 jaar, ongeveer. Misschien 3 jaar, hangt er een beetje van af. Probleem is dat tegen die tijd native apps ook veel beter zullen zijn geworden. En dat we weer helemaal opnieuw moeten beginnen. En dit zal zich altijd en eeuwig doorzetten. Want waarom zouden Apple en Google op de browsers wachten? Er is geen enkele reden voor. En dat zijn de redenen waarom ik denk dat webapps nooit zo goed zullen zijn als native apps. Nogmaals, je kan in bepaalde gevallen best genoegen nemen met een wat minder goede app. Niet bij spelletjes of zo, maar wel, ja, als je gewoon eigenlijk wil dat je gebruikers een simpel formulier invullen of zoiets. Daar maakt het niet krankzinnig veel uit dat je webapp net ietsje trager is. Maar dat willen wij niet zien. Wij willen geloven dat het web alles kan wat native kan. Dat is niet waar. En deze hele mindset heeft nogal wat gevolgen. Dit is de beste samenvatting die ik tot nu toe heb gevonden van een Baldo Bjarnason. En hij beschrijft eigenlijk heel goed wat er mis is met moderne websites. Oh ja, want we willen kinetic scrolling, net zoals op de iPhone. Dus dan zetten we er een toeltje in en dat gaat dat voor ons doen. En nou ja, dan gaat het ook zo op en neer, net als op de iPhone. Maar ondertussen werkt je scrolling absoluut niet meer zoals je gewend bent. Want het gaat te snel of te traag. Er is één site waar ik me altijd ontzettend aan erger. Ik kan me nu natuurlijk niet herinneren welke. Maar als je dan gewoon met de pijltjes toetsen scrolt, zoals ik vaak doe, dan, ja, het werkt wel, maar het gaat te traag. En ik raak daar heel, heel erg door gedesoriënteerd. Omdat ik nou eenmaal gewend ben aan hoe de browser dat doet. Dus dit is een van de gevolgen van het willen nadoen van native apps. Niettemin is het niet noodzakelijkerwijs zo dat dit een direct gevolg is van het nadoen van native apps. Het is net iets ingewikkelder, omdat het mij meer gaat om de manier van denken die wij webdevelopers ons de afgelopen 5 jaar hebben aangeleerd. Wij willen alles heel ingewikkeld doen.
Wij willen voor alles een toeltje hebben en dan al die toeltjes die moeten leuk samenwerken. En dan schrijven wij een heel klein scriptje wat dat allemaal samenbindt. En dat is allemaal fantastisch. Nou, voor mij is dat niet fantastisch. We denken veel te ingewikkeld. Dankzij het feit dat we die native apps willen nadoen. Tweede probleem. De browser heeft tegenwoordig te veel features, vind ik. Of dat is niet helemaal waar. De browsers maken te veel features aan per jaar. Probeer het maar. Welke features zijn er in 2016 aan de browser toegevoegd? Kan iemand mij daar een volledige lijst van geven? Nee, ik ook niet. Ik heb ook geen flauw idee. 10 jaar geleden had ik het je precies kunnen opnoemen. Maar tegenwoordig, er gebeurt zo verschrikkelijk veel dat je van gekkigheid niet meer weet waar je moet kijken. Ik negeer het ook verder gewoon. Ik bedoel, ik hoor alleen als ik 4 of 5 keer totaal verschillende bronnen iets hoor over een nieuwe browser feature, waarbij iedereen zegt van ja, nee, dat is echt een goed idee, dan ga ik er wel eens naar kijken. Maar als Google of Microsoft of Firefox weer iets nieuws aankondigt, so what. En... Maar er is hier iets trickies wat je goed moet begrijpen. Ik ben van mening dat browsers te veel features implementeren op dit moment. Maar het gaat mij niet om de individuele features. Toen ik heb hier vorig jaar zomer, meen ik, een artikel over geschreven. Daar kwam een heleboel kritiek op. Vooral van de browsermakers natuurlijk, die dit verhaal helemaal niet leuk vinden. En toen dacht ik, oké, ik ga eens even zitten. Ik ga eens eventjes door wat features heen. En ik ga eens eventjes kijken welke van die features zijn nou eigenlijk onnodig. Nou, dat bleek behoorlijk moeilijk te zijn. Ik vond er uiteindelijk 1, ik meen dat Navigation Transition of Navigation Timing heette. En ik dacht van ja, dit is echt onzin. En toen zei ik dat, toen zei ze ja, nee, dat gaan we ook inderdaad niet implementeren. Je hebt gelijk, dat is onzin. Maar de rest, als je het feature per feature bekijkt, kan je altijd zeggen van ja, nee, daar zit wat in. Dat zou ik kunnen gebruiken. Of als ik het niet kan gebruiken, kan ik me voorstellen dat iemand anders het zou kunnen gaan gebruiken in zijn projecten. Mij gaat het meer om de pure hoeveelheid. En we komen uiteindelijk terecht op dit model van de browser. Ik neem aan dat jullie dit wel eens eerder hebben gezien. Deze slide wordt vaak gebruikt om aan te tonen dat te veel features geen goed idee zijn. Dan gaat iedereen een beetje zitten gniffelen van hahaha, stomme Microsoft Word, wat doe je dan toch ook? Ten eerste, ik vind dat de browser hier behoorlijk op begint te lijken tegenwoordig. Met allemaal ditjes en datjes en dingetjes en hier een API en daar nog wat methods en daar nog wat doetjes. En allemaal zo leuk en zo fantastisch. En je moet het allemaal gebruiken, want dan ben je een echte webdeveloper. En ik vind dat allemaal onzin. Maar er is een tweede punt hier nog. De mensen die begonnen te lachen over dit plaatje van stomme Microsoft Words, die vergeten meestal dat van elk knopje wat je hier ziet, er minstens 1 Microsoft Word gebruiker op de wereld was die dacht, oh ja, wat fantastisch dat ze dat eindelijk hebben. Dat heb ik nou al jarenlang gewild en dat maakt mijn werk zo verschrikkelijk veel eenvoudiger. Dat is het grote probleem met features. Als je het op individueel niveau bekijkt, ja, dan valt er zeker iets voor de individuele feature te zeggen, maar uiteindelijk krijg je dit. En de vraag die ons, ik zeg niet dat dit per definitie heel slecht is, ik zeg wel, we moeten ons de vraag stellen of dit... Of dit de weg is die wij willen bewandelen met de browsers en met webdevelopment. Dan nog even iets over nieuwe features. Over het algemeen, als een browser een nieuwe feature aanbiedt, dan is die browser de enige die het ondersteunt en hebben we een polyfill nodig. En wij vinden ons allemaal verschrikkelijk slim dat wij al die polyfills maar creëren. Het probleem met polyfills is dat het weer een extra tool is die we in de website moeten schuiven. Dat we weer een extra scriptje nodig hebben wat dit en dat doet en heel slim ervoor zorgt dat of de feature enigszins wordt nagedaan of dat het überhaupt niet wordt nagedaan als het echt niet kan, wadiwadiwa. Maar waar we niet aan denken is dat het onze websites weer zwaarder maakt. Als jij 5 nieuwe features van Chrome gebruikt en daar 5 polyfills voor in je website zet, ja, dan wordt het allemaal weer trager en moeizamer. En dat zien we volledig over het hoofd. Daar denken we absoluut niet aan. Want we denken dat het met een polyfill geregeld is. Dat is niet zo. En het maakt ons ook een beetje lui. Het zou veel beter zijn als je af en toe eens eventjes goed ging zitten en ging kijken van oké, Chrome ondersteunt dit. Ik wil dat nadoen in de andere browsers. Zij ondersteunen die API niet. Hoe ga ik dat doen? Want dat leert je veel meer dan alleen maar een stukje code kopiëren van het web.
De Amerikaanse user interface expert Jared Spool heeft, 20 jaar geleden al, een model opgesteld van software maturity, software market maturity. En zijn idee was om advies te geven aan softwaremakers over waar moet ik mij nu op concentreren, zodat mijn software populair wordt onder de gebruikers. En hij onderscheidde daar 3 stadia in, die ik zo ga opnoemen. Maar voor mijn specifieke voorbeeld, een gebruiker is niet de gebruiker van onze website, maar wij zelf als gebruiker van webtechnologie. De eerste fase noemt hij de technology focus. En dat betekent gewoon het werkt. En dat betekent dat jij een stuk software hebt gemaakt wat iets doet wat nog nooit eerder gedaan is. Nou, in het web hadden we dat in de jaren 90. Ik weet niet, is hier iemand in de jaren 90 begonnen met web development? Ja, een paar. Nou, jullie zullen het wel herinneren. Dan ging je achter je computer zitten en dan schreef je een verhaaltje. En daar zet je dan HTML omheen en dan pak je je FTP-programma erbij en zet je het online. En dan kon de hele wereld het bekijken. Ongelooflijk. Dat was nog nooit voorgekomen. En dit is volstrekt normaal voor alle software. In eerste instantie concentreer je je daarop. En in eerste instantie werf je ook je gebruikers daarmee aan. Je kan nu iets doen wat je nog nooit eerder had kunnen doen. En dat is volstrekt normaal. Maar na een tijdje begint het gewoner te worden, de taak die je wil vervullen. En dan gaan we de feature focus fase in. En dan gaan softwaremakers zich heel erg concentreren op features. Wat voor features willen onze gebruikers eigenlijk? Wat moeten wij hieraan toevoegen? Hoe kunnen wij zorgen dat ons lijstje met features in onze advertentie er beter uitziet dan die van onze concurrent? En op zich is dat heel gezond. Want het dwingt jou als softwaremaker om naar je gebruikers toe te gaan en te gaan kijken van wat wil jij nou eigenlijk dat onze software voor jou doet? Vind je het handig zoals we het nu doen? Kunnen we misschien nog iets toevoegen wat je in je dagelijks werk nodig hebt, et cetera, et cetera. Buitengewoon nuttig. Tot op zekere hoogte. Want uiteindelijk zijn de gebruikers wel een beetje uitgesproken over features en zit er ongeveer alles in wat ze nodig hebben. En gaan we de experience focus fase in. En dat punt zijn alle softwarepakketten, alle browsers of alle wordprocessors of wat dan ook, zijn ongeveer hetzelfde qua features. En dan gaat het om gebruikersgemak. Dan gaat het erom, kan de gebruiker op de makkelijkst mogelijke manier doen wat hij eigenlijk wil doen. En dat wordt dan het punt waarop jouw software kan concurreren met dat van je concurrenten. Nou, je voelt het misschien al aankomen. Ik vind dat wij in het web, met dus de browsers als softwaremakers en wij webdevelopers als softwaregebruikers, veel te lang in de feature focus phase zijn blijven hangen. We hebben het nog steeds alleen maar over features, features, features. We willen dit, we willen dat, we willen zus, we willen zo, om native apps na te doen. En ik vind dat het tijd wordt om naar de experience focus phase te moven, te bewegen. We moeten zorgen dat we de beleving van het maken van websites makkelijker voor mensen maken. Nou, wat betekent dat in praktijk? Ik heb absoluut geen flauw idee. Ik weet het echt niet. Maar ik weet wel dat we op een of andere manier door moeten. We concentreren ons alleen nog maar op features, 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 features en daar gaat het niet om. Uiteindelijk. Uiteindelijk willen we gewoon iets moois neerzetten. En als dat kan met de features van 10 jaar geleden, nou ja, waarom niet? Dus dit is iets om over na te denken. Toen de tijd van de zomer, toen ik hier nogal uitgebreid over had nagedacht, toen stelde ik voor dat de browsers een moratorium van 1 jaar in acht zouden nemen op nieuwe features. Wat dus wil zeggen dat in die tijdsperiode de browsers geen nieuwe features zouden mogen implementeren. Verwachtte ik dat dat ook echt zou gaan gebeuren? Nee. Maar dat is standaard onderhandelingstactiek. Je vraagt om veel meer en dan krijg je een beetje. Dus dat was wat ik deed. Al hield ik natuurlijk in eerste instantie vol. Ja, nee, we moeten absoluut 1 jaar gaan stoppen. En iedereen zei, daar ben ik het niet mee eens hoor. Discussie, leuk. Gedurende dat jaar echter zou het wel toegestaan zijn voor browsers om features te kopiëren van andere browsers. En, nog verschrikkelijk veel belangrijker, bugfixes te maken. Jullie weten het allemaal, er is een of andere, niet eens zo'n nieuwe feature in een browser, Flexbox, wat dan ook. Je wil het gebruiken en je loopt er tegenaan, oh ja, maar in die browser, als je dit en dat doet, dan gaat dat en dat fout.
Kunnen ze dat niet nou eens maken? Nee, dat kunnen ze niet. Waarom niet? Omdat ze de godganse tijd achter features zitten aan te jagen. En ze geen tijd meer hebben voor bugfixes. Dus het lijkt me nog steeds heel gezond. Ik denk niet dat het er gaat komen. Maar het zou ons een beetje de rust geven om eens goed na te denken over wat wij nu eigenlijk precies willen met het web in het algemeen. Het grootste tegenargument tegen dit moratorium is, ja, maar zouden we dan niet de innovatie op het web vernietigen? En ja, dat zou inderdaad gebeurd zijn. Maar wat mij betreft is dat het hele doel. Want op dit moment wordt innovatie op het web voornamelijk gedefinieerd als native apps meer en meer nadoen. En daar moeten we juist vanaf. Dus laten we maar eventjes een jaartje niet innoveren. Zou me heel gezond lijken. Nou, dit is natuurlijk vloeken in de kerk, hè? Vooral als er mensen van browsers in de zaal zitten. Die denken van, nee, dat kan niet, we moeten blijven doorgaan en we moeten beter worden. En waarom dan eigenlijk? Dan moet je een beetje doorvragen, hè? Dan moet je een pilsje ingieten. En dan komen ze eruit, ja, omdat native apps dat kunnen en wij kunnen dat niet. Houd toch op, allemaal onzin. We moeten nadenken. Een eventueel moratorium. Of gewoon een weigering van webdevelopers om nieuwe features te gebruiken. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Geef ons tijd om eens eventjes na te denken over waar we nou fundamenteel heen willen met het web. Derde probleem. We gebruiken veel te veel tools. Ik word er helemaal gek van. Eerst even een open deur intrappen. We hebben op dit moment op het web een probleem met snelheid. En dan vooral op het mobiele web. Je zit op een 3G-netwerk ergens. Je telefoontje is 2 jaar oud. Je moet het eigenlijk vernieuwen. Heb je nog niet gedaan. Je wil naar een of andere nieuw site toe. Nou, en dat duurt maar, en dat duurt maar, en dat duurt maar, en dat duurt maar voordat het ingeladen is. En je wordt er helemaal gek van en je schrijft een boze tweet en het helpt helemaal niks. Nou, wijst over het algemeen op advertenties, dat het probleem zou zijn. En ik ben het er in zoverre mee eens dat advertenties zeker een deel van het probleem zijn. Als jij een 9 megabyte videoadvertentie wil inladen over een 3G-connectie, ja, dan heb je een probleem als gebruiker. Natuurlijk niet als adverteerder of als website-eigenaar, die kan het niks schelen. Maar als gebruiker heb je een probleem. Maar het gaat niet eens zozeer om die advertenties zelf, als wel om de scripts die er omheen hangen. De tracking scripts en dat soort dingen. En dan gaat het niet eens om het doel wat ze hebben, dat is een heel ander verhaal, maar over het feit dat ze zo verschrikkelijk slecht geschreven zijn. Ik weet niet of jullie ooit advertentiecode hebben bestudeerd, maar dat was geschreven door, laten we zeggen, een vrij achterlijke JavaScript-programmeur in de jaren 90 en er is sindsdien helemaal niets meer aan gedaan. Dat is een deel van het probleem. En het andere probleem is gewoon de troep die wij zelf in onze website zetten. Al die tools die we tegenwoordig denken nodig te hebben. Al die NPM-modules en al die andere onzin. We gebruiken er gewoon veel te veel. Beetje hetzelfde als het feature-verhaal daarnet. Heb ik bezwaren tegen individuele tools? Soms, maar lang niet altijd. Het gaat erom dat we er veel te veel gebruiken. Kijk eens hiernaar. Dit komt uit de New York Times, ergens in oktober, meen ik. Toen was er natuurlijk de hele adblocker-discussie aan de gang. En toen dachten zij, wij gaan eens eventjes kijken hoeveel data we nou eigenlijk binnenhalen bij websites met en zonder adblocker. Je kan het helaas hier niet heel goed zien. Dat gele wel, dat zijn de daadwerkelijke advertentiedingen. En nou ja, hier is dus de video-ad van 9 megabyte, heel leuk. Maar kijk eens wat er allemaal omheen hangt. En dit en dat en zus en zo. Het komt allemaal van de adverteerders af. Hier, en dat kan je helaas niet goed zien op dit scherm, staat dus wat niet van de adverteerders afkomt. En ja, je moet maar even op mijn woord nemen, dit is ook nog een behoorlijke hoeveelheid script wat we hier krijgen. En dat is niet de schuld van de adverteerders, dat is de schuld van onszelf. Wij hebben al deze troep erin gedumpt. Omdat we het allemaal zo fantastisch vinden, al die tools. En dat is een probleem waar we wel wat aan kunnen doen. Het hele advertentiedebat, dat gaat een beetje over ons hoofd heen. We begrijpen technisch wat er bedoeld wordt, we hebben een mening. Maar kunnen we er echt fundamenteel iets aan doen? Nee, niet echt. Maar hier kunnen we wel wat aan doen. Gewoon door minder JavaScript in onze sites te zetten. Wat voor tools gebruiken we eigenlijk allemaal? Nou, eerst de polyfills, daar heb ik het al over gehad. Zodat we nieuwe leuke features kunnen gaan gebruiken in één browser, terwijl de andere browsers ook iets leuks zien. En dat die andere browsers daar veel meer moeite voor moeten doen, dat maakt ons niet uit. Want we moeten toch die nieuwe feature gebruiken, hè? Anders zijn we geen webdeveloper. Nou, dan hebben we MV-ster frameworks. Waarom gebruik ik hier een ster? Ik heb zelf ook geen flauw idee, maar je hoort MV-ster te zeggen.
Anders dan ben je geen echte programmeur. UX libraries, natuurlijk. Die zijn vrij oud, jQuery. Dan dependency dingetjes. En meer dingetjes met rare namen. Snot, plup, flop, bub, weet ik veel. Ik geloof er niet meer in. Ik vind dat we hier volkomen hysterisch aan het werk zijn. En dat we moeten zorgen dat onze toekomstige websites veel minder tools gaan gebruiken. Ik zeg niet gebruik nooit tools. Dat zou het andere uiterste zijn. Maar denk een beetje na voordat je tools gebruikt. En de nog interessantere vraag is, waarom gebruiken we eigenlijk zoveel tools? En dat bedoel ik niet vanuit een technisch oogpunt, maar nou ja, een beetje een psychologisch oogpunt als je dat zou willen. En ik denk persoonlijk dat dat komt doordat wij webontwikkelaars ons nog altijd bijzonder inferieur voelen aan echte softwareontwikkelaars zoals Java, Ruby, Python, Perl, whatever. En wij willen heel graag laten zien dat webdevelopment nu ook heel erg serieus is. Want kijk, wij hebben ook gigantische JavaScript libraries die wij gaan gebruiken. En kijk, die JavaScript library, die gebruikt die JavaScript library weer, die drie JavaScript libraries gebruikt. Is het niet fantastisch? Nee, dat is het niet. Het probleem is, als jij Java, Ruby, Python, Perl, whatever schrijft, dan gebruik jij een heleboel libraries, en dat is ook heel verstandig, maar die gebruik jij op jouw server. Mocht om een of andere reden je te veel libraries gebruiken, dan ga je dat merken op je server en dan zegt de admin tegen je, no, kan dat niet een stukje minder, en dan zeg je, oké, ik zal dat weghalen. Maar op het web gaat het heel anders. Want wij draaien die tools niet zelf op de server, maar we sturen ze naar al onze gebruikers toe. Inclusief die oude dame met een 5 jaar oude telefoon op een 2G-netwerk die wanhopig graag eventjes wil weten wanneer de trein met haar dochter aankomt, maar die er niet doorheen kan komen, omdat al die JavaScript-troep in de weg zit. En dat is het fundamentele verschil tussen webdevelopment aan de ene kant en alle andere soorten software-development aan de andere kant. Wij voeren onze script niet zelf uit, we sturen ze naar onze gebruikers toe. Naar allemaal. Oftewel, waar in theorie een scriptje in een Java-omgeving of wat dan ook 1 keer kan runnen en dan kan doen wat het moet doen, zorgen wij ervoor dat al onze gebruikers dat scriptje runnen. Keer op keer, elke keer dat ze naar die website gaan. En dat is het grote probleem en dat is denk ik ook de grote denkfout die wij gemaakt hebben. Dan nog iets. Modularisatie. Het is een heilige graal. Maar op het web begin ik daar ook ernstig aan te twijfelen, omdat het leidt tot te grote libraries. Als jij een echt mooie library maakt, of een framework, of hoe je het ook wil noemen, dan moet je ervoor zorgen dat dat in alle situaties goed werkt. En dat betekent code erin stoppen, code erin stoppen, code erin stoppen. Ik ga even kijken of ik tijd heb voor een zijverhaaltje. Nee, dat heb ik niet. Jammer. Dit geheel heeft me nogal laten nadenken over wat een echte JavaScript-programmeur nou zou moeten kunnen. En dat heb ik als volgt gedefinieerd. Ten eerste, hij gebruikt wel degelijk tools. Ik zeg niet, gij zult nooit tools gebruiken. Ik zeg alleen, gij zult erover nadenken. Gij zult de tools die u gebruikt bestuderen. Kijken of ze niet rare dingen doen. Kijken of ze niet bijvoorbeeld veel te veel in de DOM zitten rommelen. De Document Object Model. Als er iets is wat slecht is voor performance, dan is het in de DOM zitten rommelen. En bijvoorbeeld de Angular 1 is daar heel, heel, heel erg schuldig aan. Want dan heb je allemaal dingen van tussen die dubbele haken. En om die te vinden zal Angular toch echt door de hele DOM heen moeten gaan. En moeten kijken, oh, deze tekstnoot heeft dat misschien dubbele haken. Nou, en dat is pas duur. En dat zijn de dingen waar wij absoluut niet over nadenken als webdevelopers. De echte JavaScripter geeft er de voorkeur aan om maar 1 tool per project te gebruiken. En ja, dat betekent dat je soms zal moeten kiezen tussen een MVC-framework en een UX-library. Maar dat soort keuzes maken is precies de hele point. Dat soort keuzes maken is iets wat we veel vaker zouden moeten doen. Bovendien, een echte JavaScripter is in staat om een middelmatig complexe applicatie geheel zonder tools te schrijven. Dat wil niet zeggen dat je het altijd moet doen, bij elk project wat je doet, maar het betekent wel dat je het minstens eens in je carrière moet doen en liefst zo eens in de 2-3 jaar, zodat je echt gaat begrijpen wat een browser allemaal met jouw code kan doen. En wat voor verschrikkelijke dingen er allemaal fout kunnen gaan, als je eventjes niet oplet. En dat stelt je weer in staat
om die libraries beter te begrijpen. Om te zien dat een library die de hele tijd de offset width van een element uitleest, buitengewoon unperformant is. Waarom is dat zo? Ja, dan moet je dus begrijpen hoe een browser werkt. En dat soort achtergrondkennis ontbreekt volledig op dit moment in frontend. En dat zou niet zo erg zijn als die tools maar goed waren, maar dat zijn ze niet. Want we zijn de hele tijd op zoek naar nieuwe. Ik bedoel, vorig jaar was het Angular. Nou, dat is nu aan het afnemen. Nu wordt het React. Als ik hier over een jaar weer zou staan, zou het ook voor een compleet andere library gaan. Het is volkomen hysterisch geworden. Als jij niet in staat bent om zonder tool een website te maken, dan ben je geen webdeveloper. Punt. Wil niet zeggen dat je het altijd moet doen. Maar het wil wel zeggen dat je het eens in de zoveel tijd weer eens moet proberen. Vooral als het een ietsje minder complex project is, misschien een zijprojectje of iets in die geest. Probeer eens gewoon zonder tools. Probeer er zelfs eens over na te denken. En verrassend vaak zal je uitvinden dat jij kan doen wat je wil doen in 5-10% van de code die de tools nodig heeft. Waarom? Omdat die tools nog een heleboel meer code in zich hebben die niet van toepassing is op jou. Dat is waar ik het over wil hebben met de modularisatie. Modularisatie betekent dat het mogelijk is dat je 90% van je tool niet gebruikt. Maar die code moet er toch in zitten. En erger nog, die code moet door de browser geïnitialiseerd worden. Die browser die vindt allemaal objecten met methods en properties. En die moet zorgen dat dat allemaal netjes in elkaar gezet wordt. Zodat het beschikbaar is voor jouw script. Mocht het script het nodig hebben. En die weet natuurlijk niet dat je het überhaupt nooit gaat gebruiken. En van wat dat betreft sluit ik me van ganser harte aan bij Tim Catlack. Een performance expert uit Amerika. En die zegt, als jij twijfelt over wat je op dit moment wil leren als webdeveloper, leer gewoon CSS of JavaScript. Pure CSS of JavaScript. Niks eromheen. Ga gewoon eens een bepaalde feature in. Ga er diep in. Ga kijken, hoe werkt dit nou? Zijn er misschien browserbugs? Deze browser ondersteunt het niet. Hoe zou ik daar omheen kunnen werken? Niet met een gigantische polyfill met 2 of 3 regels code. Etcetera, etcetera. Daarvan leer je veel meer dan weer een nieuwe library die toch over een jaar weer vergeten is. Dan komen we aan het vierde probleem. The web platforms. Meervoud. Het fundamentele probleem is, iedereen denkt dat dit enkel fout is, maar dat is het niet. Het is meervoud. Allereerst even een open deur intrappen. Zoals Douglas Crockford al zei, wanneer was het? 8, 9, 10 jaar geleden. Browsers are the most hostile development platform in the world. Waarom? Omdat je niet weet wat er gaat gebeuren. Ja. Het kan een moderne Firefox zijn, waarvan je weet dat die alles ondersteunt wat je wil gebruiken. Maar het zou kunnen dat er een hikje in het netwerk zit, waardoor de script te laat of zelfs helemaal niet aankomt. Het zou kunnen zijn dat de gebruiker 54 tabs heeft openstaan, ook met allemaal zware websites erin, waardoor Firefox gewoon niet genoeg geheugen bij elkaar kan sprokkelen om ook nog jouw ingewikkelde script te draaien. Dat zijn de fundamentele problemen die wij als webdevelopers hebben. En ik heb het idee dat back-end developers dit op een gigantische manier onderschatten. Zij denken namelijk, denk ik, ik ben geen back-end developer zelf, maar de verwachting is dat het web één platform is. Maar dat is het niet, het zijn er honderden, duizenden. In principe, elke browser in combinatie met een device is een nieuw webplatform. Ik heb hier een HTC M8. Daar staat de standaard HTC Chromium 33 browser op. Dat is een webplatform. Als je de HTC M9 zou kopen met dezelfde HTC Chromium 33, dan is dat een ander webplatform. Niet verschrikkelijk anders. Maar als je goed zoekt, zul je wel 1 of 2 dingetjes vinden die net even iets anders zijn. En dat is wat ik bedoel. En dat is wat ik denk dat iemand uit de traditionele computer sciences niet goed genoeg begrijpt. Maar waarom niet? Wat is hier eigenlijk aan de hand? Wat is het psychologische mechanisme erachter? Wat ik denk dat er aan de hand is, is dat als jij aan een back-end project begint, dat je dan begint met het definiëren van je omgeving. He, je gaat zitten steggelen met je manager, mag ik alsjeblieft dat softwarepakket, ook kunnen we niet nog een extra server inzetten zodat ik wat meer CPU-tijd heb, wadiwadiwa, dat is allemaal, dat hoort nou eenmaal bij het ontwikkelen van software, maar op een gegeven moment wordt dat gedefinieerd en zeggen we, hier gaan we het op draaien, en dan zeg je, oké, ik weet wat ik moet doen en je gaat aan de slag.
Dit komt op het web totaal niet voor. Dit is volkomen onzin. Maar niettemin vanwege de verwachting die ze hebben, vanwege de manier waarop ze gewend zijn te werken, denken ze dat het web hetzelfde werkt. Oh, het is een nieuw platform. Oh ja, ik moet een nieuwe taal leren. JavaScript. Ja, nou, dat ga ik dan eventjes doen. Oh, er zijn allemaal tools bij. Leuk, leuk, leuk. Dus ik ga iets schrijven en als ik klaar ben, dan werkt het in alle browsers. Zo werkt het web niet. Het is volgens mij fundamenteel anders dan alle andere soorten softwareontwikkeling. Ik heb een tijdje terug geprobeerd om het web op de volgende manier uit te leggen aan Java-developers. En die knikten aan het eind ernstig. Dus ik neem aan dat ik ergens een punt heb gemaakt wat ze begrijpen. Stel je voor dat jij een Java, ik neem Java als voorbeeld, maar het geldt ook voor Ruby, Perl, PHP, .NET, whatever. Stel je voor dat jou gevraagd wordt om een applicatie te schrijven. Die moet draaien op de 5 meest gebruikelijke Java-environments. En elke environment brengt elke 6 weken een nieuwe versie uit. Je gebruikt 4 CDN's, waarvan 2 een zeer slechte API hebben. Je gebruikt 3 verschillende libraries die totaal niks met elkaar te maken hebben en waarvan er eentje ook nog in beta is. Veel mensen gebruiken de library nog niet, maar je verwacht dat ze over een half jaar wel het geval zou zijn. Dus het is belangrijk die alvast erbij te nemen. Je hebt 2 root certificates die compleet niks met elkaar te maken hebben, omdat de mensen die root certificates uitgeven een ongelofelijke hekel aan elkaar hebben. En verder, qua documentatie, eigenlijk bestaat er alleen iets voor 2 van de 5 server environments en 1 CDN. En de rest moet je een beetje bij elkaar sprokkelen op het internet van developers die hetzelfde probleem als jij gehad hebben. En als je een kernel panic krijgt, dan gebeurt het niet op jouw server, maar op de computer van jouw gebruiker. En of natuurlijk, dit verandert elke 6 maanden. Dat is het web. En ik hoop dat ik dit heb kunnen uitleggen in termen die back-end programmeurs eventueel zouden kunnen begrijpen. Mocht dat niet zo zijn, kom alsjeblieft naar me toe, want ik wil dit serieus ontwikkelen tot iets wat ik aan back-enders kan vertellen. En waarbij ze zeggen, oh ja, oké, dat wist ik niet. Ik moet de juiste termen gebruiken. Dit geheel wordt verborgen door het feit dat mensen die nieuw naar het web komen, denken dat het web heel erg mature en volwassen is geworden, omdat we zulke fantastische toolchains hebben. Er is overal een tooltje voor. En dat staat allemaal in NPM en dat is allemaal fantastisch. Dus, oh, nou ja, er is toch niks aan de hand. Ik download gewoon dat tooltje en dat lost alles voor me op. Zo werkt het niet. Bovendien, en dat is puur de schuld van ons webontwikkelaars, we hebben veel te lang gepraat over the one web. Wij webontwikkelaars begrijpen wat we daarmee bedoelen. Maar het ingewikkelde is dat als we de one web zeggen, dat we dan in feite bedoelen alle duizenden webplatforms die bestaan. En ik kan me heel goed voorstellen dat iemand die compleet nieuw is voor het web hier verward door raakt. En denkt, oh, er is one web, dus het is 1 platform. Dus nou ja, er is eigenlijk niks aan de hand. Ik moet alleen JavaScript leren en dan ben ik klaar. Wij zijn niet heel erg goed in het uitleggen van wat we eigenlijk aan het doen zijn aan andere technische disciplines. En wij moeten, denk ik, ons rekenschap geven van het feit dat web software development fundamenteel anders is dan elke andere soort software development. Vanwege de redenen die ik net genoemd heb. Vooral vanwege de reden dat je niet weet op wat voor soort browser jouw code eigenlijk gaat worden uitgevoerd. En met wat voor soort connectie, et cetera, et cetera. Het probleem wat ik hier zie is dat webdevelopment op dit moment geen onderdeel is van computer sciences, maar van design. Nou, dat heeft allemaal historische achtergronden waar ik het nu niet over ga hebben. Maar ik begin dit meer en meer als een probleem te zien. Ik begin meer en meer te denken dat we eens eventjes een hele goede computer scientist moeten hebben die zich op het web gaat richten en die ons gaat vertellen... of ik gelijk heb of niet. Dat zou ik natuurlijk heel graag willen weten, want dit is natuurlijk alleen maar een theorie. Ik heb oude geschiedenis gestudeerd. Ik ben een specialist op het gebied van het Laat-Romeinse Rijk en niet van computer sciences. Maar ook om te vertellen hoe het nou eigenlijk zit en wat het web nou eigenlijk zo compleet anders maakt dan elke andere vorm van softwareontwikkelaar.
Het probleem is natuurlijk dat echte computer scientists niet web doen. Want web, dat is iets voor suffe amateurs die een beetje zitten te klooien in een scripting language en leuk met plaatjes zitten te schuiven. We hebben hier een gigantische kloof tussen computer science aan de ene kant en web development aan de andere kant. En dat is wat mij betreft een van de problemen waar we voor staan. Kortom, ik ben van mening dat we op dit moment op de verkeerde weg zijn met webdevelopment. Ik ben van mening dat wij eens eventjes heel goed moeten gaan nadenken over wat we nou eigenlijk precies willen met webdevelopment. Waar we heen willen met het web als geheel. En dan misschien ook met de manier waarop we JavaScript gebruiken, et cetera, et cetera. Dit zijn dus de vier problemen die ik besproken heb. We willen native apps nadoen. De browsers voegen te veel features toe. We gebruiken zelf veel te veel tools. En we kunnen het web en wat het zo uniek maakt eigenlijk niet goed uitleggen aan nieuwkomers. Vooral niet aan nieuwkomers die een achtergrond in academische computer sciences hebben. Het ergste is nog dat dit elkaar allemaal versterkt. We willen native apps emuleren. Nou, dan hebben we meer features nodig en ook meer tools. Hè? Want we moeten wel zorgen dat dat scrollen, dat moet dan echt precies zo gaan als op de iPhone. Zelfs als je op een Android zit, want dat is cool. Dan hebben we meer polyfills nodig vanwege onze meer features, maar die worden niet ondersteund in de browsers. En dat alles bewijst dat het web heel erg volwassen is geworden en zo, en dat we allemaal fantastische dingen hebben, wat natuurlijk absoluut niet waar is. En dat op zich zorgt er weer voor dat wij de echte ontwikkelaars, waar we nog altijd tegenop kijken, waar we nog altijd een minderwaardigheidscomplex tegenover hebben, dat we die dan weer willen imponeren met alle oplossingen die we vinden. En zo gaat het maar door, en zo gaat het maar door, en zo gaat het maar door. Dit moet stoppen. Waar we heen moeten is een afscheid nemen van feature writers in het algemeen, zowel in browsers als in onze toolset. En dat betekent niet dat we het allemaal moeten weggooien. Dat zeg ik niet. Ik zeg dat we erover moeten nadenken. Ik ben van mening dat wij bij elke individuele feature en elke individuele tool moeten nadenken over hoe versterkt dit een van de drie fundamentele eigenschappen van het web. De eerste, URL's. URL's zijn uniek. Geen enkel ander computersysteem heeft dat. En bovendien, dus er zijn nu... Er wordt nu gewerkt, meen ik, aan een manier om ook native apps URL's mee te geven. Zodat ze naar een bepaalde bladzij in een native app kunnen springen. Wat alleen maar betekent dat URL's een fantastisch idee zijn. Het tweede is bereik. Het web, JavaScript is de belangrijkste programmeertaal ter wereld. Waarom? Omdat het in ieder zijn zak zit. Er zijn op dit moment 5 miljard mensen op de wereld met een mobiele telefoon. Ik schat dat grofweg 4 miljard daarvan een browser op die telefoon hebben. Wat wil zeggen dat zij onze website kunnen bereiken. Niet dat ze het allemaal doen natuurlijk, maar het kan wel. En dat aantal gaat alleen maar groeien. Op een gegeven moment kan iedereen op de hele wereld dat. Maar er is nog steeds maar één enkele manier om te zorgen dat jouw applicatie overal werkt. En dat is het web. iPhone werkt het alleen op iPhone. Android werkt het alleen op Android. En het derde, en het wordt vaak vergeten, is eenvoud. Het web kan zo eenvoudig zijn. Je kan gewoon zeggen, nou, ik ga nu een stukje typen over mijn paardrijuitje en daar doe ik een leuke foto van mijn mobiele telefoon bij. En dat zet ik dan online en dan kan de hele wereld het bekijken. En dat is wat waar het in het web over gaat. Dank u wel. Ik hoop dat we nog tijd hebben voor vragen. Dankjewel voor deze sterke opinie. Ik kan me voorstellen dat het nog wel enige discussie kan losmaken. Dus wie heeft nog een vraag voor Peter Paul? Hé, hey, ik ben volkomen duidelijk. Durft niemand? Wat fijn. Even op de microfoon wachten, alsjeblieft. Ik weet niet of het direct mee te maken heeft, maar hoe sta jij tegenover PhoneGap, Cordova, dat soort frameworks? PhoneGap, Cordova, ik vind het een uitstekend idee. Voor wie het niet weet, PhoneGap Cordova. Kent iedereen PhoneGap Cordova? Nee, oké. PhoneGap is een project
waarmee je een webapp maakt, gewoon met HTML, CSS, JavaScript. Die stuur je naar hun service toe en die zorgt ervoor dat er allemaal native apps van worden gemaakt. Die doet er in feite een schil omheen, zodat die op iPhone en Android en vroeger zelfs BlackBerry en Windows Phone kan draaien. Bovendien, dat geeft jou toegang tot bepaalde functionaliteiten van de telefoon die een JavaScript niet kan bereiken. Zoals sms, adresboek en dat soort zaken. Het idee achter het PhoneGap-project is altijd geweest, wij zijn er tijdelijk en we willen graag overbodig gemaakt worden. En dat, vooral dat aspect, dat bevalt me heel erg. Want het zal ooit in theorie zo zijn dat, dat je met JavaScript en een browser ook naar het adresboek van de telefoon van je gebruiker kan gaan, mits die gebruiker er natuurlijk toestemming voor geeft, hè? Veiligheid. Dus... Nee, ik vind het een goed idee. Bovendien, het is iets wat fundamenteel op de server draait en niet op de client. En daar gaat het ook heel erg om. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Less en SAS en PostCSS en alle CSS-tools, over het algemeen is het zo dat die op jouw server draaien. En daar heb ik geen enkel probleem mee, want dat betekent dat je dus niet naar je gebruiker stuurt en dat hij dat niet zelf helemaal hoeft uit te voeren, maar dat het op jouw eigen server gebeurt. Alles wat er op jouw eigen server gebeurt is per definitie goed. Maar ik ben ook een hele extreme webontwikkelaar. Ik zit compleet aan de clients, dus ik denk niet na over problemen die op de server kunnen staan. Maar PhoneGap, fantastisch. Volgende week in Amsterdam, PhoneGap Day EU. Er zijn ook kaarten beschikbaar. Nog meer? Ja, nog meer. Er is er hier een. Hoi Peter, wel, dank voor je praatje. Ik heb twee vragen. Je had je hand bij je oor, moet ik harder praten? Of? Mm-hmm. Twee vragen. Eén is, je hebt het over tools, maar doe je dan voornamelijk over de tools die de eindgebruiker bereiken? Of heb je het ook over tools zoals SAS en tools die op je eigen laptop runnen? Nee, daar heb ik het dus niet over. Prima. Als jij iets runt op je eigen laptop of op je eigen server, mag je doen wat ik wil. Het gaat mij uitsluitend om. Wij denken er niet over na en sturen al onze tools van onze gebruikers toe. Maar zodra je iets op de server doet, perfect. Heb ik geen enkel probleem mee. Ja, en met server bedoel ik ook mijn lokale ontwikkelomgeving die mijn CSS compileert bijvoorbeeld. Dat tools. Ja. Ja, et cetera. Ja. Oké, tweede vraag is, je richt je heel erg op de back-end developers en je vraagt je af of je hen, of de informatie goed overkomt bij hen. Dan zou je je niet veel drukker moeten maken over de designers die fancy mouseovers bedenken, mooie interfaces bedenken, die juist het nodig maken dat al die JavaScript geïmplementeerd wordt. Dat is een onderdeel van het probleem, daar ben ik het volkomen mee eens. Alleen, het gaat weer om de mindset. Ik ben een front-end developer. Er komt een hele nieuwe, frisse, jonge, hippe webdesigner naar me toe en zegt, ja, we gaan dit maken en dat maken. En als je met je muis hier overheen gaat, dan gaat dit uitklappen. En dan downloaden we in de achtergrond allemaal achtergrondplaatjes, waarde, waarde, waar. Dan moet jij als frontender stevig genoeg om in je schoenen kunnen staan en zeggen, nee. En misschien op een iets vriendelijke manier dan dat. Van, het lijkt me misschien niet zo'n goed idee om dat te doen. Maar dit probleem bestaat natuurlijk al sinds het begin van het web. En het heeft zeker zijn weerslag op wat ik allemaal net verteld heb. Maar ik denk op dit moment heel erg gefocust aan de front-end developer die met code aan het werk is. En die moet gewoon sterk genoeg in zijn schoenen staan om te zeggen van dat lijkt me niet zo'n goed idee. Want A, het is niet nodig. En B, het kost veel te veel JavaScript tijd en dus veel te veel performance. En dus veel te veel memory usage, et cetera, vind ik. Ik ben het eens. Ja, dat is precies mijn punt. Ik vind als de designs veel simpeler zouden kunnen zijn en we veel meer teruggaan naar de boodschap overbrengen in plaats van hoe gaan we die boodschap nou mooi overbrengen. Ja. Dan is van JavaScript ook niet nodig. Een trucje wat je zou kunnen proberen is om een performance of download budget vast te stellen. Dat wil zeggen, deze hele site of deze hele pagina mag niet meer gebruiken dan, ik roep maar wat, 3 meg aan assets. Dat wil dus zeggen dat op een gegeven moment worden designers en managers dan gedwongen om een keuze te maken tussen de advertenties of het mooie plaatje van het paardrijuitje of het extra fontfeest wat je wilt downloaden. En dit is natuurlijk, heeft natuurlijk ongelooflijk veel te maken met hoe jouw bedrijf in elkaar zit en wie er daar eigenlijk in feite de baas is. En het is natuurlijk vaak zo dat frontenders er maar een beetje bij hangen, want het zijn toch amateurs die maar een beetje JavaScript zitten te schrijven, dus hun opinie wordt ook niet op prijs gesteld. Dat is iets wat we gewoon moeten gaan veranderen. En ik zeg niet dat het makkelijk is, maar ik zie geen andere oplossing dan dat.
We moeten mensen duidelijk maken, als jij dit wil, dan kost dat jou niet alleen 500k aan JavaScript meer, maar ook 1 seconde laadtijd. Niet omdat die 500k wordt geladen, maar omdat de browser het allemaal moet initialiseren. En dat is iets waar mensen zich bewust van moeten worden. En wat het beste werkt, is een budget. Gewoon zeggen van, we kunnen zoveel gebruiken, je mag doen wat je wil, maar hier mag je niet overheen. En op een gegeven moment komen ze dan op een punt dat ze keuzes moeten maken. En keuzes maken, daar gaat het allemaal om. Ook in grafisch ontwerp, trouwens. Nog meer vragen? Nog één laatste vraag. Er is hier nog één. Ja. En er is daar ook nog één. Niet echt een vraag, maar meer een opmerking. Ik ervaar dit ook, wat jij beschrijft, de problemen op je mobieltje. Het gaat allemaal traag, het duurt eindeloos. Ik zucht dan diep, want ik ken heel veel van de problemen die erachter liggen. Ik ben altijd heel blij 's avonds als ik naast mijn vrouw op de bank zit. En die gebruikt veel minder diplomatieke bewoordingen. En die ervaart die problemen ook. En ik heb altijd zoiets van, zet die ontwikkelaar of die designer nou eens een keertje een avondje bij mij op de bank. Samen met mijn vrouw. Ja. En luister nou eens wat de beleving is van de gebruiker. Wat jij allemaal hier over die lijn probeert te pompen. Ja, want nee, dat is zeker waar. Want het grote probleem is inderdaad dat wij als computernerds alleen maar zitten na te denken over, oh, het werkt op mijn fantastische MacBook Pro met zoveel 100 megafruttel aan download en upload en dit en dat. Mijn oplossing is nog simpeler. Neem eens een oude mobiele telefoon, een oude Android. Ga eens het platteland op, waar er slecht bereik is, download dan eens je site. Dat is nog veel beter. Er zijn tegenwoordig overigens tools voor, waarmee je dus kan doen alsof je site over 2G of 3G wordt geladen. Dat lijkt me ook een fantastisch idee. Maar nee, de gemiddelde webdeveloper leeft zich totaal niet in zijn of haar gebruikers. Dat is een van de andere problemen. Ik denk dat dat gedeeltelijk ook komt door het feit dat hem wordt verteld door de designers en de managers wat hij moet doen. En dat hij het op een gegeven moment gewoon maar opgeeft. En zegt, oké, je wil nog een library, hier heb je nog een library. Gezeur. Bovendien kan ik leuk een stukje schrijven over die library en hoe die fout zit. En dan kan ik hem weer poelen en mergen en weet ik veel. Dat is allemaal heel vet. En er was nog één vraag daarachterin. Ja, ik moet helaas afronden. Dus misschien kan je hem straks nog eventjes in de hallway treffen. Want het is tijd voor de groepsfoto. Maar ik wil Peter Paul nog één keer heel hartelijk applaus vragen. Bedankt.